Ruud Timmermans, zojuist bekend geworden dat jij de tijdelijke opvolger bent van algemeen directeur Marco Borges. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is een vraag van de RVC geweest, een aantal weken geleden al. Daar heb ik goed over nagedacht en uiteindelijk ja, iemand moet het doen. Ik ken de organisatie, ik was sinds februari al in dienst, zeg maar. Vooral op commercieel vlak en uiteindelijk ben ik degene die en beschikbaar is en ervaring heeft. Heb je daar lang over na moeten denken om daar ja op te zeggen? Nee, ik heb daar niet zo heel lang over na. Meestal is het een nachtje slapen en dan weet ik het wel. En uiteindelijk heb ik een aantal dagen geleden mijn jawoord gegeven. En wie is Ruud Timmermans? Ruud Timmermans is 57 jaar, komt hier uit de regio. In het verleden supporter of in het verleden sponsor geweest bij VVV. Toen ik mijn eigen bedrijf nog had. En opgegroeid in de logistiek, expeditie. Allerlei managementposities gehad in de logistiek. En de laatste 10 jaar een eigen bedrijf in douane, advies en milieuadvies. En waarom heb jij destijds, begin dit jaar, de stap gemaakt naar VVV, naar het voetbal? Dat was eigenlijk geen planning van mij. Ik had niet de planning van ik ga richting VVV specifiek. De vraag kwam vanuit Marco Bogers destijds. Het strategische strijdplan was gepresenteerd en men zocht iemand voor het hele commerciële gedeelte. Eventueel dadelijk ook het onderzoek naar de stadionplannen. En daar heb jij toen volmondig ja op gezegd? En daar heb ik destijds gezegd van dat wil ik wel doen. Een aantal dagen in de week. Ik heb ook nog wat andere activiteiten. En die heb ik nou stilgelegd en ik ben nou gewoon zeg maar min of meer fulltime voor VVV bezig de komende periode. Ja, want jij wordt de tijdelijke vervanger van Marco Borges. Ja. Hoe is het met Marco? Zover ik weet ziek thuis. Ik weet niet meer dan anderen weten. We laten hem ook met rust wat dat betreft. En de rest dat laat ik over aan de RVC. Ja, want het is niet duidelijk of hij terugkomt en op welke termijn. Nee. Voor nu ben jij dus het gezicht van VVV. Ja. Wat is dan nu jouw belangrijkste taak? Nou, mijn opdracht is heel simpel. Zorgen dat de financiële huishouding op orde komt. Dat onze sportieve ambities, dat die met realisme weer richting datgene gaan wat ook in het strategisch strijdplan staat. Dat zal niet zijn binnen 3 jaar Eredivisie, dat moet je nooit uitspreken, vind ik. Maar met alle realisme moet je wel boven in de top 5 mee kunnen draaien. Maar dat betekent ook dat er geld binnen moet komen. Zo simpel is het ook. En dat betekent in de volgorde eerst financiële huishouding op orde. En dan kijken wat we kunnen gaan doen richting ons kernproduct, het spelersbudget. En hoe staat de club ervoor op dat gebied? Want er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd en in de media verschenen. Hoe is nu de situatie? De situatie is op dit moment dat wij inderdaad die sluitende begroting richting KNVB hebben kunnen presenteren, gelukkig. Ik zit vanmiddag met RVC en de financiële man bij elkaar om die begroting tot in detail door te gaan nemen. En dan weten wij ook hoe wij er precies voor gaan staan. Maar zoals ik nu heb gezien, op dit moment is dat in ieder geval rooskleuriger dan wat constant in de media wordt gepubliceerd. Dus het is niet zo erg als mensen misschien denken? Nou, het is wel erg, maar we hebben wat commerciële activiteiten inmiddels zijn we opgestart. Daar komt wat extra financiële middelen komen daar van binnen. En we hebben nog wat dingetjes die we nou aan het opstarten zijn. En we hopen gewoon dat we daarmee die begroting in ieder geval positiever kunnen presenteren dan het afgelopen jaar is gebleken met zoveel schuld. Is dan wel duidelijk wat de gevolgen zijn voor de sportieve ambities of ook niet precies? Nou, heel simpel. Het spelersbudget is teruggeschroefd. Een aantal weken geleden hebben wij gelukkig wel wat meer ruimte gekregen. Dus we kunnen iets meer doen. Maar het is nog steeds niet zo dat wij zomaar even wat spelers weg kunnen plukken. Om maar even heel populair te zeggen.
samenstellen van de selectie was een taak van Willem Jansen. Ja. Die is vertrokken. Ja. Hoe wordt dat nu opgevangen? Ja, wat al eerder is gepubliceerd, dat gaat Mark van Hinten doen. Ook tijdelijk. In ieder geval deze transferperiode. Ik heb Mark afgelopen zaterdag heel even gesproken en we hebben deze week nog een gesprek daarover. En we gaan gewoon heel nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat representatieve selectie komt. En hoe ziet die samenwerking eruit dan? Ja, de samenwerking die ziet eruit dat wij praktisch elke dag wel contact hebben over hetgeen wat er speelt. Maar ja, als je kijkt naar op dit moment naar de berichten, ook in de media, is er weinig beweging in de spelersmarkt. En ja, wij verwachten eigenlijk pas dat ook over een week of twee echt pas op gang gaat komen. En dat is iets wat echt bij je Mark ligt? Dat ligt 100% bij Mark, ja. Ik hou me bezig met het bedrijfsmatige en Mark met het sportieve. Als we even kijken dan naar de huidige situatie, wat er allemaal al gebeurd is, gepubliceerd. Kun je je voorstellen dat er bij de buitenwereld, bij supporters, wat onvrede heerst over ja. de ontwikkeling? Ja. Ja, nee, dat kan ik me 100% voorstellen. Ja, absoluut. Dus het succes verbloemt veel. En de VVV had succes natuurlijk, tot het aan penalties toekwam in Almere. En dan is het een grote domper, maar dat geldt voor iedereen in deze organisatie, als je dan te horen krijgt dat alles teruggeschroefd gaat worden en dat het verhaal er anders uitziet dan voorgeschoteld. Want in hoeverre is de inhoud van het strategisch strijdplan nog steeds actueel? Ja, kijk, je moet doelstellingen hebben, of dat nou bij een bedrijf is of hier bij een BVO. Maar die moeten wel realistisch zijn. En realistisch is dat je eerst een gezonde financiële huishouding moet hebben. Van daaruit kun je verder gaan bouwen. Nou, daar gaan wij de komende weken, maanden alles aan doen om dat weer voor elkaar te krijgen. En van daaruit gaan we dan weer verder de volgende stappen zetten. En in hoeverre kun je daar als club over communiceren? Want de club krijgt vaak het verwijt dat er te weinig naar buiten wordt gebracht. Hoe zit dat precies? Je kunt ook niet alles naar buiten brengen natuurlijk. Nee, je kunt gewoon niet alles naar buiten brengen. Dan krijg je nog meer onrust. Dus wij doen dat gedoseerd. Er is, als het goed is, ergens komende weken weer een supportersavond. En daar zal ik uiteraard wel aanwezig zijn en ook uit de doeken doen hoe wij ervoor staan op dat moment. Communicatie, ja, in het begin was minimaal uiteraard, maar ja, we konden ook niks communiceren. Als iemand ziek is, dan kun je niet na een week al zeggen van oké, en we zetten er maar weer een vervanger neer. Zo functioneert dat niet. We hebben in alle rust gekeken van hoe gaan we verder, in ieder geval de Raad van Commissarissen. En uiteindelijk heb ik een aantal dagen geleden met hun gesproken en ook gezegd oké, ik ga die handdoek opnemen en we gaan er samen met Mark en de hele organisatie iets van maken. En dat iets van maken, dat is gewoon heel positief. We moeten gewoon de schouders eronder zetten. Ik bedoel, hoe het is, is het. En dat kunnen we toch niet veranderen. Ja, een paar dagen geleden zat hier Rick Kruijs, de hoofdtrainer, die zei een beetje hetzelfde. We gaan gewoon de schouders eronder zetten en er het beste van maken. Ja. Is dat ook hoe de club dan in zijn geheel erin staat? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, je kunt mensen niet in het hoofd kijken. De mensen die ik heb gesproken de afgelopen dagen, die zijn allemaal positief. Natuurlijk is er ook onzekerheid. Dat is altijd in zo'n situatie. En dan moet je zo snel als mogelijk moet je daar een zekerheid aan geven. Hoe misschien sommige beslissingen, hoe vervelend ze ook kunnen zijn. Maar je moet terug naar de basis. En dat is nogmaals, die financiële huishouding moet op orde komen. En als dat geregeld is, kunnen we verder gaan bouwen. En ja, dat zal met de mensen zijn die er zitten. En misschien ook nog wat andere mensen. En het devies blijft dan uiteindelijk samen naar boven? Uiteindelijk samen naar boven. En ik hoop, en daar doen we ook een beroep op de supporters die nog steeds in afwachting zijn van zullen we wel of geen seizoenkaart gaan kopen. Koop ze gewoon, ga ons steunen. Ook het bedrijfsleven doet dat. Er zijn bedrijven geweest die in eerste instantie zeiden van we stoppen ermee. Maar toch nu zeggen van in deze situatie gaan we verder en gaan we de club helpen.